Vroeger belde ik altijd heel veel met mijn oma. Ik was ook haar eerste kleinkind wat ging trouwen. Dus toen was ik getrouwd, woonde ik in ons eigen huis. En dan belden ze heel vaak op maandagochtend, 11:30 volgens mij. En dan zei ze, nou, ik heb het allemaal lekker schoon hoor. En ja, wij hadden toen nog geen kinderen, dus ik begon dan ongeveer. En dan zei ik, ja, oh, ik ben net begonnen. En dan had zij alles al schoon en klaar. Maar ja, op een gegeven moment, zij is overleden. En ja, na haar overlijden, toen dacht ik 's avonds of 's morgens, ja, ik kan oma niet bellen. En toen dacht ik, ja, ik bel gewoon haar opa. Ja. Dat kan natuurlijk ook. En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Dat wij, daar aan het begin belde ik jou echt wel iedere dag. Ik was iedere de eerste die wist dat jij je verwachting was. Ja, dat is waar. En toen zei je niet tegen mama zeggen hoor, want die weet het nog niet. Ja, dat klopt. Ja, ja. En het is eigenlijk zo een beetje begonnen dat we elkaar iedere avond belden. Nou, ik ben net geboren, net voor de oorlog. En er zijn natuurlijk dingen die ik echt uit overlevering weet. Want ik weet natuurlijk niet alles bij bewustzijn uit de eerste 5 jaar. Maar aan de overkant van ons had je dus een winkeltje, dat weet ik nog wel. En dan verkochten ze alles los. Losse stroop, losse suiker en ook klompen. En dan had je witte klompen voor in de week en gele klompen voor de zondag. Ja, zo groeide toch ook eigenlijk wel een beetje in armoede op. En toen kreeg ik een broertje, 16 maanden later, 14 maanden later. Maar dat broertje werd na een jaar ziek. En die is toen overleden op 16 maanden oud. En ja, ik heb me later eigenlijk beseft dat je daar toch als kind ook wel iets van overhoudt. Nou, en toen is in die tijd is mijn moeder overleden. Die is door oorlogshandelingen overleden. Dat ze, 's avonds liep ze buiten, na spertijd. En toen werd ze doodgeschoten. Dus dat, ja, dat kwam toch ook nog wel aan. Ook bij een kind. Hè, wat is mama nou? En toen, slot van het liedje nog, werd mijn vader nog naar Duitsland vervoerd. In begin 1945. Dus ja, dat was nog eens. Toen werd ik helemaal alleen. En toen werd ik opgevangen bij een opa en een oma. De oorlog had invloed. Maar ook nou ja, dat je opgroeit zonder ouder. Ik denk wel dat het bij opa altijd wel een bepaalde onrust teweeg heeft gebracht. Ja, je moeder is toch wel heel belangrijk. En dat merk ik wel aan hem, dat hij dat altijd een beetje heeft gemist. Ja. Ik stond dus in de deuropening met mijn opa. En toen zeiden de mensen, die stonden ook buiten, jongens, er komen een groep mensen aan. En Brouwer is er ook bij. En ik gelijk, opa, mag ik op? Ik krijg nog tranen bekend in mijn ogen. Opa, mijn papa is erbij, mag ik op mijn kous? Ja, ga maar. En ik rende natuurlijk van, daar kwam mijn vader aan, daar had ik weer iemand terug. Dus ja, zo groeide ik op. Ik denk wel dat er vroeger wel veel minder bewustwording daarvan was, van dat dingen doorwerken. En vroeger was het denk ik ook meer zo van, ja, weet je, dat was gewoon zoals het was. En dan gaan we nu weer verder. En dan ga je verder en dan kom je later in je leven dingen tegen, of dat heeft hij ook gehad, dat je merkt dat het verleden invloed heeft. En tegenwoordig is daar gewoon veel meer oog en aandacht voor. En dat was toen veel minder. Je basis die je meekrijgt van huis uit is wel heel belangrijk. Nou, ik vertel ook altijd en zeg ook nog wel eens tegen haar, zorg dat je een leuk, saamgebonden gezinnetje houdt en dat je kinderen zich veilig thuis voelen. Omdat ik dat natuurlijk niet gehad heb. Ik ben zo dikwijls verhuisd als kind. Van de ene opa naar de andere opa, van de oma. En daarvoor zeg ik dat altijd, maak het gezellig thuis, een warm thuis. Ik lees het ook wel eens aan mensen kunnen vertellen dat ze zo warm thuis gehad hebben. En dat heb ik echt gemist. Want ook bij je vader voor de tweede keer trouwt, is toch geen warmte. Niet echt. Nee. Meestal. En dat is ook wel wat ik altijd zie, wat mijn opa en oma, toen mijn oma nog leefde, wat ze ons altijd wel hebben voorgeleefd, is
hè, dat je, het kan soms ook, kunnen er dingen zijn die niet leuk zijn onderling, maar probeer wel in verbinding met elkaar te blijven. En nou ja, ook de warmte die ze altijd heel erg hebben gegeven aan mij, maar ook aan nou ja, hun andere kleinkinderen, was altijd gewoon echt onvoorwaardelijk. En dat is, daarin heb ik altijd wel gemerkt dat als je zelf nou ja, in het verleden moeilijke situaties hebt meegemaakt, dat je dat heeft hun echt gevormd. En ik vind dat hun dat gevormd heeft op een hele mooie manier. En ook mijn opa en oma waren, en dat is opa nog steeds, altijd heel onvoorwaardelijk. Wat er ook is, ook al zijn ze het misschien niet eens met je keuze, of ook al deed je toen je jonger was dingen waar, ja, waarvan ze dachten, ja, zou ik toch niet doen, of ik zou dat anders doen. Ze zeiden ook altijd van, je mag ons altijd bellen, je mag het ook altijd vertellen en we luisteren naar je. En ja, dat is voor mij, en ik denk ook voor de andere kleinkinderen van mijn opa en oma, altijd heel belangrijk geweest. En dat doen ze dus, doe ik nog steeds. Wij hoorden in 1950, zeg maar, dat mijn vader weer een kennis had aan een vrouw. En ja, we waren zo blij. Wij kregen ook een moeder. Want op school, iedereen had een moeder, behalve ik. He, dat was zo erg. Ik sliep bij opa's. He. Want opa was zo erg reuma, opa kon er niet naast. Maar als hij die vrouw aanraakte, werd hij geraakt van de pijn. Dus dan lag ik in het hoekje en dan kwam die binnen en dan zei die, waar is die aap? Dat was ik dan. Nou, je zat toch lachen, waar is die aap? En dan kwam die opa ook naar bed, want die moest ook vroeg naar bed, want die was boerenknecht. Prachtig, in zijn lange onderbroek, een baaienhemd met mouwen. En dan ging hij op zijn knieën zitten. En dan zat hij een half uur te bidden met God. Of dat hij van zijn kinderen nou bekeerd mocht worden. En dat probeer ik nou ook maar met mijn kleindochter Marijke het over te hebben. Ik denk ook dat zeker de andere generatie of de volgende generatie, die ziet vaak het meest van of iets bij je leeft, ja of nee. En ook van voorbeelden. En ik denk dat wij vroeger ook wel iets minder praters waren, dus dan praten we ook niet zoveel over dingen. Maar ik zag wel altijd aan mijn opa en mijn oma heel erg hoe ze leefden. En dat was gewoon heel praktisch. Je zorgt voor elkaar. Hè? Dat is ook het gebod van heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En dat was ook wel echt iets wat ik vaak bij mijn opa en oma heb gezien. Van het omkijken naar de naaste. Het maakt niet uit wie je bent. Of je de ene buurvrouw bent of de andere. Iedere zondag in de kerk zit of niet. Je kijkt naar mensen om. En dat zie je. Dat is iets praktisch. En dat is denk ik ook wat mijn opa altijd gezien heeft bij zijn opa. Dat toch een soort... Ja, een stukje echt ja, het geloof, de band tussen God en zijn opa. En dat voel je als kind. En ja, ik denk dat het beste voorbeeld is wat je kan hebben. En dat zit dan niet in hele mooie grote woorden, maar gewoon in heel, ja, hoe leef je iets uit? Ja, hoe leef je iets voor? Wij zeggen ook even tegen elkaar, ik bid voor je hoor. Ja. Dat zeggen wij voor elkaar. Helemaal niet vroom hoor, want vroomigheid hou ik niet van. Maar gewoon gemeend. Ik zou voor je bidden. Ja, en dan weet je ook dat zo is. Tegenwoordig vind ik het ook best wel lastig om mijn kinderen op te voeden met echt duidelijke regels, grenzen, beleefd zijn. Dat mijn idee... Hij zegt altijd u. Ja, dat is waar. Maar het is toch ook wel soms dat ik dan, omdat opa dan, heb ik het wel eens over van joh, Bo is vandaag lastig. Of in de supermarkt. En dan zegt opa ook wel vaak van ja, maar het is ook wel, ze moeten ook gewoon leren luisteren. En dat is eigenlijk hele normale wijsheid. Maar misschien, ja, voor mij soms toch iets minder normaal. Dat gewoon zo moet gaan. En dat vind ik dan soms ook wel weer prettig om dat te horen. Dat ik denk, oh ja, het is inderdaad gewoon zo. Ze moeten gewoon leren luisteren. Ik denk wel dat het positief is dat er vroeger wat meer dat er gezag was. En ik denk wel dat sluipenderwijs iets minder wordt. En daar doe ik zelf ook aan mee. En ik vind dat wel lastig, omdat je dat is een soort... Dat gaat sluipenderwijs. En soms kan het helemaal je intentie niet zijn dat verdwijnt, maar gebeurt het toch. En dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen, van als opa of oma komen. Als je gewoon heel simpel, kijk me eens aan als je met me praat. En ja, dat je dat zelf, vind dat best belangrijk dat je kinderen dat doen, maar leer ze dat ook echt. En dat was denk ik vroeger toch wat gewoner.
tegenwoordig, maar dat ligt ook aan de oudere mensen. Ik had in de kringel opkwamen, ik wist het niet, maar hij zei later dat hij dominee was. Maar zeg maar Frans, zei hij. Ik ben van de predikant van de die en die kerk. Ja, daar ben ik helemaal niet gewend. Wat denk ik ook wel belangrijk is, is dat we denk ik als jongeren, of nou ja jongeren, maar jongere mensen, opgroeiende mensen, dat we ook wel vaak het idee hebben dat we soms ons verhaal ook niet zo goed kwijt kunnen bij ouderen. Bij de generatie boven ons. Of dat ze het idee hebben van ja, het is gek waar we mee zitten, of ze snappen het toch niet. En terwijl dat als je ouder bent, er is niets nieuws onder de zon. Dus de meeste, kijk, het is misschien soms in een ander jasje gegoten. Maar wij hadden vroeger ook wel eens dat wij graag op zaterdagavond of vrijdagavond naar de stad wilden. En dat mijn ouders daar iets van vonden. En dat opa dan ook zei van, ja weet je, ik wilde vroeger ook graag nog even met mijn vrienden even een biertje drinken. Of even naar het café. En dat hij ook kon zeggen van ja, dat hij zijn licht daarover kon laten vallen. Ik vind het verschrikkelijk als een kind een klap krijgt of zo. Mijn vader die zal nooit een klap gegeven hebben. Ja, één keer. En toen zaten wij, mijn zus en ik, toen waren we al 15 en 17, ruzie te zoeken om een eierlepeltje. Een rood en een geel eierlepeltje. En ik moet het rooien en ik moet die rooien. En over tafel heen. En mijn vader wordt boos. Wou hij één van ons een klap geven. Toen sloeg hij twee melkbekers om. 'S morgens vroeg. Toen werd hij nog bozer, toen wou hij er nog eens een klap geven, sloeg hij de melk aan ook om. Toen lag alles over tafel en op de grond. En toen zaten wij met z'n drieën hard te lachen. Mijn vader en mijn zus en ik. Dat is iets dat vergeet je nooit meer. En mijn tweede moeder, die zat naar de gezicht te kijken. En wij hadden de grootste lol. Wat mij altijd opviel aan mijn opa en oma is ook wel een stukje tevredenheid. Dat je blij bent met wat je hebt. Mijn opa en oma hielden niet specifiek van verre vakanties of een mooie auto. Het zat hem zeker niet in het materiële. Dat vind ik bijzonder om te zien. Komt denk ik ook wel dat als je in je verleden dingen hebt meegemaakt, dat je ook gewoon heel tevreden bent met de gewone dingen in het leven. Ik heb een ontzettend lieve grootouders had ik. Maar toch, je mist je moeder. Dus kijk, mensen zo aanraden om eens te denken voordat ze uit elkaar gaan. Dat moet ik er echt bij zeggen. Dat ze zomaar niet uit elkaar gaan scheiden. Want kinderen die lijden er zo onder. Dat was bij mij nog eens een scheiding. Maar ik was wel mijn moeder kwijt. Ik heb één ding van mijn vader, dat emotionele. Dat kan ik ook gauw zijn. En laat het maar gewoon zien. Ja. Je kinderen maar gerust zien dat je er moeite mee hebt. Dat spreekt ze meer aan. Oh, mijn vader heeft daar verdriet van. Of opa heeft daar verdriet van.